Waar blijft er een hartige compensatie na de watersnood in Limburg? Vorig jaar kampte de provincie met gigantische overstromingen. Het kabinet beloofde ondernemers en bewoners met schade tegemoet te komen. Maar Limburgse gemeenten verwijt het kabinet nu dat die belofte niet wordt nagekomen. De afwikkeling van schade verloopt te traag en veel mensen hebben nog steeds geen geld gehad, zodat ondernemers alsnog failliet gaan. Direct een ruimhartige schaderegeling via de wet tegemoetkoming schade. We zullen alles doen wat nodig is. Ook gederfde inkomsten, doordat de boel stil ligt, zouden worden gecompenseerd. Maar de praktijk is anders. U heeft Rutte beloofd aan de Tweede Kamer van, we gaan dit oplossen voor deze mensen in Valkenburg. Is dat gebeurd? Nee, dat is niet gebeurd. Absoluut niet. En zei van, wij gaan zorgen dat al die mensen die daar zo zwaar geraakt zijn en niet onder een of andere regeling vallen of daar buiten vallen, maar ook de ondernemers, omdat wij geen omzetschadevergoeding krijgen, gaan wij vergoeden. Op een hele grootzuchtige manier. En dat is niet gebeurd, we hebben niks meer gehoord. George heeft 25 man in dienst en de noodgedwongen verbouwingen gaan door en moeten aan eigen tijdse voorwaarden voldoen. De totale schade die nog ongedekt is 100 miljoen. 100 miljoen? 100 miljoen. Burgemeester Daan Prevot bekommert zich om de ondernemers en hun medewerkers. En we praten over 600 ondernemers in deze regio die dus omzettervingen hebben ten gevolge van de watersnoodramp. Dat is hun inkomen en niet alleen van de ondernemer, maar ook van de mensen die daar werken. De realiteit is dat 2/3 van de aanvragen die ingediend zijn, de aanleiding van die tegenmoetkoming, die zijn afgewezen. 2/3? 2/3. Prevot is